ben dankbaar voor de kansen die FC Twente mij heeft geboden toen ik hier 5 jaar geleden kwam. Dat ze mijn talent hebben gezien, me de kans hebben gegeven om te ontwikkelen, beter te worden, met toptrainers en een topstaf te werken, in een topteam te spelen. Je bent één team, samen. Je gaat voor de winst. Alleen als team word je kampioen. Als je niet mee kan, moet je een stap terug doen. Dat wil ik niet. Ik wil met de beste spelen. Mezelf ontwikkelen. Beter worden. Je moet veel laten gaan. Omdat je een belangrijke wedstrijd hebt. Of omdat je in het buitenland bent. Alles voor het voetbal. Ik ben een vriendin door kwijtgeraakt. Maar heb er ook vrienden aan overgehouden. Mensen die het snappen. Die snappen wat je wil bereiken. En dat dat niet komt aanwaaien. Ik heb een prachtige tijd bij FC Twente gehad. Kampioenschappen meegemaakt. Champions League gespeeld. Hoe mooi is het om te zeggen dat je tegen Barcelona hebt gespeeld. Of tegen Olympique Lyon. Dat neemt niemand meer van mij af. Ik ben groot geworden bij FC Twente. Op voetbalgebied, maar ook als mens. Ik ben hier opgegroeid, gevormd. Ik denk dat ik hier meer stappen heb gezet als thuis. En dan is het tijd om door te gaan. Soms komt er iets op je pad waarvan je weet dat je het moet pakken. En dat is Bayern München. Dit zijn de laatste dagen hier. Ik ben van alles afscheid aan het nemen. Ik heb er heel veel zin in. Maar ik ga FC Twente wel missen. Dit zit zo in mijn hart. Dat raak ik nooit meer kwijt.